Ik ben Stefano Let, projectingenieur bij de afdeling Zeeschelde en realiseerde het gecontroleerde overstromingsgebied in Kruiweken. Dit overstromingsgebied hier in Kruiweken kadert in het geactualiseerd CIMA-plan. Een plan die zorgt voor de veiligheid rond de Schelde. Een gecontroleerd overstromingsgebied bestaat uit een overloopdijk en een ringdijk. Overloopdijk overstroomt, ringdijk beschermt eigenlijk de achterliggende dorpen en de uitwateringsconstructies zorgen ervoor dat het gebied terug leegstroomt naar de Schelde. De collega's van het waterbouwkundig laboratorium hebben een cruciale rol gespeeld bij de uitwerking van het geactualiseerd CIMA-plan. Daarbij hebben ze dus de modellering gedaan van waar bouwen een gecontroleerd overstromingsgebied, hoe groot moeten die zijn, wat is de hoogte van de overloopdijk. Dus verschillende aspecten zijn bekeken door hen. Daarnaast op het lokaal niveau zijn ze zeer cruciaal geweest eigenlijk voor dit project, omdat in feite de afwatering van het achterland hier zeer belangrijk was voor de omwonenden. Hierbij hebben we in eerste instantie dus een monitoring gedaan, het opmeten van de verschillende waterlopen. Vanuit die opmetingen die we ook gecommuniceerd hebben aan de omwonenden, zijn dan een aantal maatregelen gegroeid die we eigenlijk kort geschoten hebben in samenwerking met het labo, met de omwonenden. En zo naar resultaten gegaan die eigenlijk gedragen zijn door de mensen hier lokaal. Een van de belangrijkste bouwstenen van dit project is ook de ringdijk. De ringdijk is een volledig nieuwe dijk die gebouwd moest worden op een ondergrond bestaande uit heel wat veen. Dus in eerste instantie heeft de afdeling geotechniek gezorgd voor het uitvoeren van de sonderingen om dus die ondergrond te gaan in kaart brengen. Vanuit die monitoring, eigenlijk het opmeten, is eigenlijk een studie gevolgd om eigenlijk de bouw van die dijk te gaan beschrijven. Daarna heeft de afdeling geotechniek ook de bouw zelf opgevolgd via zettingsbuizen en piezometers. Ten slotte heeft de expertise beton en staal ook voor de bouw van de uitwateringsconstructies en de inwateringsconstructies het nodige studiewerk gedaan.